Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering is zo jammer als hij dat niet meer doet. Dat is wel jammer dat ik geen sappige leerlingetjes van Justice Perkamentus meer zeg. Dat is ook jammer, maar daar had ik het niet over. Oké. Vorige aflevering, vertel. Vorige aflevering ben ik een Pokémon kwijtgeraakt omdat ik niet aan het opletten was. Heb ik een nieuwe Pokemon. Shiny Pokémon gevangen en nu ben ik met Speedknop, wat ik wel even gevraagd heb aan jou of je dat oké vindt. Ik ben de koning dus. Aan het inhalen, want het duurt een beetje langer. Jij bent wel de koning van de Speedknop. Als ik zeg dat het mag, dan mag. Je bent ook de koning van de Bingo Club. Oh. Niet dat ik wist, maar cool. Ja, nu weet je het wel. Ik heb... Dus volgende keer als wij bingo doen, dan ben ik de koning? Ja, maar wel een verliezende koning. Welke? De schoppen, de ruiten, de harten of de klager? De loser koning. De Phoenix koning, Sander. Dat komt op hetzelfde. De Phoenix koning. Oh, we zijn al in de helikopter opeens, wat de fuck? Ja. Die submarine bracht je naar de... Was het de gele? Daar leven we allemaal in, dus ja, vast. Kut. Yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Doe ik. Hier mogen we dus ook nog Pokémon vangen eigenlijk, hè? Als we een keer te weinig Pokémon hebben. Ah. Oh, vet. Oké. Als ik straks op je moet wachten, dan weet ik wat ik ga doen. Waar moeten we nu naartoe? Ja, ik zal... Waar gaan we nu, hè? Naar rechts, hè? Naar de volgende gymstad. Naar Tate en Liza. Oh, we hebben eerst nog Tate en Liza. Dat scheelt. Want, weet je waar ik dus slecht in ben? In die hele dive onzin. Daar ben je wel slecht in, ja. Jij bent zeker niet zo'n gamer, zoals jouw lieve vriendin zou zeggen. Welke vriendin? Ik heb geen vriendin. Party Ali Sandring. Auw. Je kijkt toch nog wel naar haar, ondanks dat ze een vriendje heeft? Nee, tuurlijk niet. Echt niet? Want onze vriendje... Trouwens, die laatste was wel goed, hè? Die laatste was wel goed over die postgame. Die heb ik gezien. Zo net nog. Ja, van X&I. Die dag nog. Ja, die heb ik gezien. Die heb ik ook gezien. Maar nee, ik bedoel, nee, ik kijk er niet. Had je die video die Nando had gestuurd ook gezien? Van Purple Cliff? Nee, daar ben ik nog niet aan begonnen, joh. Oh, dat is zo... Ik vind dat zo'n leuke serie. Dat vind ik wel leuk. Bro, ik moet nog inhalen, joh. Al die video's. Ik hoop gewoon dat Arlie gewoon altijd meedoet. Dan word ik altijd vrolijk. Ik ook. Alleen in de Johto variant was zij nogal aan chagrijnig aan het worden aan het eind. Ja, maar ook dan is ze nog steeds een cute girl. Leukste. Wow. Yo, ik ga even sluipen trouwens. Ik ga even sluipen. Nee. Slippen. Just kidding. Waar is die Nee, niet zeggen. Ik weet het wel. Nee, maar Party Harley blijft altijd mijn crush. Wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Maar het deed wel pijn. Begrijpelijk. Niet alsof het heel realistisch was of zo. Nee. Nee, dat klopt. Het was sowieso meer voor de memes. Voor de memes? Ze zag er wel oprecht heel mooi uit. Nog steeds trouwens. Simp. Maar, ja. Maar het was wel grotendeels gewoon ook een meme. Een meme.
Medicham. Wist je dat Medicham... Komt Medicham van meditatie en kampioen? Of? Waarschijnlijk wel, ja. Of een champignon. Maar het ziet er niet uit als een champignon. Alhoewel... Dat denk ik, Sander. Nou, ik naar kijk, denk ik. Oh, hij heeft toch wel iets van een champignon weg. Of zij. Het. Hij zei het. Weet ik het. Ja, misschien moet je even vragen hoe hij zich identificeert. Doet ook altijd, maar ja. Het is niet zo inclusief als hij het vraagt. Nee. Oh, wat doe ik? Vloep. Is dit goed? Ik heb geen idee. Kut, ik kan niet terug. Nee, dat was niet goed. We deden zonder goed. Niet zonder goed. Zonder goed. Ondergoed? Klinkt als ondergoed, alleen dan met een Z. Waar ga jij helemaal? Dat hele stuk heb ik niet gedaan, volgens mij. Heb ik het verkeerd gedaan? Nee, als goed heb je niet verkeerd gedaan. Het enige wat belangrijk is dat hier een masterbal ligt en die wil ik hebben. Nou, deze zou ik eventueel kunnen shiny en te sterk, maar dat ga ik niet doen. Was hij zo meteen shiny? Dat zou leuk zijn. Het is wel zo'n electric type die je verloren bent. Klopt. Maar er is eventueel nog een dus zou Electrode. Ah, fuck. Verkeerde kant. Zeg je nou fuck? Dat mag niet, hè? Oh. Freaking. Nee, ik zei freaking. Battle van de Water Tribe? Oh, hij doet hetzelfde stuk. Booming. Waarom doe ik crunch? Bug bite stab. Oh, killed. 50, zei je? Ja. Oh, dat is heel. Ik, voor mijn gevoel ga ik echt door deze trainers als een mes. Door een pakje boter, zeg maar. Lekker mee. Entertainment? Bro, dit is geen YouTube video of zo. Oh, wacht. Het zijn Pokémon battles. Er is niks entertainment aan. Oh, niet Pokémon battles. Alhoewel, ze hebben toch een serie, een game en een... Nog meer van gemaakt. Altijd die nog meer, hè? Movies, films. Dieten en Lien. Oké, ik moet even de speed gaan upen. Dat moet ik niet nog een keer zo zeggen. Ligt die bij jou nog vast? Nee, ik neem speed up, hè. Want ik loop heel ver achter. Vijftig, hè? Zeker. Te laat. Ja, 50. Oh, jouw Azure is al 50, joh. Hoe doe je dat? Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, dan haalt het op. Gaan we cage match krijgen vandaag? Of deze aflevering bedoel ik? Het zou kunnen. Aaron slashing? Low accuracy, dacht ik. Niet. Jammer voor de airing en de slashing. Ik dacht echt, je hebt die video al gezien. Van die goede Engelsing documentaire. Nee, weet je wat ik wel heb gezien? Nou. Ja, Twitch compilatie. Dat is wel ook quality content. Oh, nice. Deze Gloom heeft Sweet Sand. Dat is wel nice. Dat is zeker. Je moet alleen ergens een Leafstone vandaan zien te toveren. Dat vind ik wel lief. Stone. Flail? Power split. Dan split je de power.
Dat heb je wel eens met powersplits, ja. Nou, wel eens. Altijd bijna. Wow. Oh, mijn kat wil naar binnen. Kat, wacht even, ik ben bijna in een cutscene. Ja, ik ben nu in een cutscene. Oh ja, wacht, die gaat ook niet vanzelf, trouwens. Het houdt hier op, niet vanzelf. Wil je niet binnen? Ja, je wil binnen. Dat klonk net alsof ik zei... Je verbaasd was. Alsof hij wou winnen. Wil je winnen? Alleen dan... Zei ik met een B. Van beter. Betering. Ga je nu voor de deur zitten mouwen omdat je eruit wil? Hmm. Wat een beetje dit. Hey, niet zo praten over mijn kat. Hij is fucking cute. Meen je dit? Je wil gewoon de deur open hebben. Wacht. Ik dacht dat het Theta Marisa was. Waarom stond er nou Liza en Tate? Hier. Liza en Tate. Ja, de game is Liza en Tate, maar iedereen zegt altijd Tate en Liza. Ja, vind ik ook logisch. Oh, wow. Dit zijn geen... Vind jij mannen superieur aan vrouwen? Wacht, ze zijn toch beide vrouwen? Nee, Tate is een jongen. What the fuck? Serieus? Ja. Huh? Nooit geweten. Ik ben er altijd van uitgegaan dat het twee zusjes waren. Twee tweelingzusjes. Nou kan het nog steeds een tweeling zijn? Ja, volgens mij is het ook nog steeds een tweeling. Maar... Galate, dat vind ik eng. Oké, die gaan we teamen. Galater boy! Mega ri... Rot op, gozer! Oh, ik ga dood. Oh, Sander die gaat dood, olé olé. En dit zijn de Pokémon's die hij moet gebruiken voor de... Cage match, olé olé. Ik hoop dat er geen meer zijn. Dat is een free win. Kut! Daar gaat Roze reet. Oh, dat vind ik wel sip. Die had een... Oh nee, die had geen perk. Nee, die had geen perk. Dat klopt. Godverdiefes. Mijn kolen! Hit jezelf eens niet. Oké. Mag ook niks meer tegenwoordig. Nee, dat klopt. Flikker nou eens op met je confused. Jezus, maat! Hyper potion, rot op. Heb je niks beters te doen met je leven of zo? Never! Hoe doet dat nul damage? Deed letterlijk nul damage, what the fuck. Dat is niet veel damage. Dat is zeker niet veel damage. Weer Hyper Potion, rot op. Explosion. Kabooming. Nou, daardoor is de Glade en de Lulatoon dood. Het is fucking handig dat hij dat deed. Ja, eigenlijk is dit gewoon gunstig. Heeft hij ook nog een Mary Garden voor? Ja. Fucking hell, rot op, gozer. Oh, dan moet ik wel oppassen. Zou die mega worden? Oh, het is sowieso een fairy type. Ja, maar het is geen mega, want ze hebben Galate al gehad. Ja, maar het is sowieso een mega. Of een fairy, bedoel ik. Ja, dat klopt. Ik durf die risk wel te tanken. Nu die iets. Ik heb het gewoon gehaald met de levels, wil je ook? Ja, maar ik ben wel Roserade kwijt. Ik heb wel een Gloom of een Oddish. Dus dat is op zich wel nice. Nou ja, nice. Dat beperkt schade. Oké, Bugbite kan vergeten worden.
vind Tay toch op een meid lijken. Bij hem deed ik echt een zoom gendering. Fucking kut, sorry dat growth rate kwijt ben. Daar heb ik helaas. Oh ja, ga even lekker allemaal story stuff doen. What the frick? Kutzien. Dit zou dus heel vet moeten zijn, maar toch. Vroeger in 2D was het allemaal vetter. Ik ben het niet met je eens, maar dat is niet erg. Players Arceus is een uitzondering trouwens. Het kan nu wel. Nu ben ik het helemaal niet meer met je eens. En de sprites van Scar the Fight zijn ook echt goed. Oké, nu ben ik het wel met je eens. Maar ik. Die 2D heeft toch een feel of zo. Meer dan 3D. Ja, vooral de 3DS heeft gewoon echt kut sprites. Voor 3D Pokémon. Ja, kut sprites. Ze zijn niet per se kut, alleen ze zijn gewoon ook niet heel cool ofzo. Dat was bij 2D wel. En nu in Scarlet the Violet ook. Maar. Ah, hij doet explosion. Oh. Best wel. Oh, maar bij jou staat er niemand anders op het veld. Dat is wel jammer. Nee, die had ik al gekild. Ik ga even voetballen met mijn Pokémon. Doe maar even. God of War en Gallade. Cracking against Gallade. Wat is dit? Oh, kijk. Nee, de ballon gaat kapot. Kapot. Oeh, je hebt het wel moeilijk. Je hebt en een Gardevoir en een Gallade op je schermpje tegelijkertijd. Strength back? Lol, dude. Wat? Nou, de Gallade viel de Gardevoir aan. Oh, hè? Maar waarom? Ja. Yeah. Doe de ultimate move nou. Ik snap niks van dit spel. Maar het kan me ook niet schelen, want het is. Dan dit was echt, denk ik, iets. De makkelijkste gymfight die ik heb gehad in deze hele game. Nou, bij mij viel het tegen. Wat gebeurt er? Kom ook een voetbal naar mijn scherm en zo eenmaal. Oh. In zijn oog, kadoeming. Ja, sorry, maar dat moest gewoon. Succes? Wat hadden ze verwacht? Dat ik geen succes zou krijgen? Ja. Oh. Okay. Nou, ik denk dat we dan, dat we om de kijkers te trakteren, deze aflevering nog maar de Cage Match doen. Kan. Dat is echt niet enthousiast. Wat hebben jullie de laatste tijd met niet enthousiast reageren? Jullie? Ja, ik voel gewoon jullie allemaal. Ik ben in mijn eentje eigenlijk, dus. Ja, maar het gaat niet alleen om nu. Oeh, earthquake. Oké. Nou, ja. Weet je wat je trouwens nu aan het doen bent? Dat is tegen de regels. Echt? Ja, want je bent stats aan het trainen van Pokémon voor de Cage Match.
die hetzelfde moeten zijn als waar je de gym mee eindigt. Kut, en nu? Nu is dat maar even zo, maar ik zou alleen even niet doorgaan. Nee, maar dan gebruik ik misschien wel niet. Of wel. Dat weet ik niet. A big fat pillar of Lloyd. Eigenlijk is dat dus gewoon cheating. Eigenlijk heb ik gewoon een cage match. Nee. Verloren. Nou, schrijf maar een extra punt bij jou op. Oh, nee. Oh, ik wil niet cheating. Ik vind het sneu. Steven Stone, als je eens opschiet. Ja, dat doet hij niet. Stefan Steen. Ik wil eigenlijk Meta-type mee. Ja, je kan hem alleen niet in de match gebruiken. Nee, dat weet ik. Snap je. Ja. Maar het ding is dood. En ik wil wel iemand mee om jou op verwarring te brengen. Nee, dat ga je niet doen. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik ben aan het clearen. Maar ik wil hem wel mee voor de rest van mijn avontuur. Of Mr. Shepard. Dat weet ik dus nog niet. De Scuba Gear. Of Oddish, want ik ben wel mijn Grass and Poison type kwijt. Maar ik heb al Poison. Oké, het is tijd voor de match. De Gage match. Waar is... Browse Public Lobby. Het werkt gewoon nog. Pokémon Online. Pokémon Omega Ruby. Ik zie hem. Maar er zit wel een extra guy in. Hij doet niks als ik ook. Nee, bij mij ook niet. Unable to connect. Oké, we moeten weer een zo'n open lobby vinden, weet je nou? Any game moeten we vinden. Hier, any game, Fortaleza, die pakken we. Oh, Fortaleza. Ik zie hem niet. Ik had VPS. Oh, daar. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik zie je. Oké. Okay. Hoe ga ik... Oh, play online of wat? Acquaintance. Battling! En single player. Yes. Waarom zijn we geen friends? Omdat we op de Citra zitten. Oh, dat is... Oh. Ik heb je Discord naar beneden gedaan. Zodat ik niet zie welke Pokémon jij gaat gebruiken. Ja, dat vind ik Pokémon? Karaoke, man! Start battle? Please select the Pokémon you wish to enter. Ja, dat weet ik eigenlijk nog helemaal. Daar heb ik al helemaal niet over nagedacht, jong. Maat, hoezo? Jij hebt al deze Pokémon mag je inzetten, hè? Ja. Waarom is dit zo lastig? Kijk, dat, ja. We gaan beginnen, let's go! Nice. Oh, ja. Ja, wel nice dat die werkt, ja. Timmy! Hey, je zou hem niet gebruiken! Dat was een grapje. Oh. Je zei dat het mocht. Ja, dat weet ik. Oké, nee. Ik dacht alleen dat je hem echt niet ging gebruiken, omdat ik dat zei. Oh. Nee, meer van, daarom, ik met dat in gedachten heb ik een Pokémon gekozen, zeg maar. Als in van, oh, ik denk niet dat hij hem dan gaat gebruiken. Dan heb ik je op het verkeerde spoor gezet. Oh.
Oh, dat is best wel kut. Dat is super effectief. Ja. Oh! Dit is niet super effectief, je bent ook steel. Oh, hij heeft steel resist natuurlijk. Ja. Recover. Dat is als je zo'n liedje zingt, maar je doet hem van een ander, zeg maar. Dan ben je aan het recoveren. Maat, wat gebeurt hier? Ik hoopte zo dat je deze in zou zetten. Het spijt me, maar ik wil gewoon winnen. Oké. Okay. Gefeliciteerd, Sande. Wat wordt je perk? Mag ik daarvoor even mijn items ja, dingetje? Voor de mensen thuis. Ik moet nu de laatste cage match winnen om überhaupt nog de serie te kunnen winnen. Want jij hebt nu officieel meer dan de helft van de cage matches gewonnen. Nice. Nou, trouwens, hoeft niet. Jij kan, als je nog wide out, dan kan ik nog extra punten op die manier winnen. Ja, back. Is dit back? Ja. Nee, wat is. Wat een kutzooi. Ja, oké, ik doe items. Oké. Of wacht, hij is geen ground. Waarom dacht ik dat hij een ground type was trouwens? Nou ja, maakt niet uit. Hij heeft wel een ground. Hij heeft alleen sand attack. Oké. Ik ben helemaal in de war, maar dat maakt niet uit. Niet in de war. Oké, ik wil de aflevering beëindigen. Ik doe sowieso wel items, denk ik. Oké. Ja. Goed. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.